Niek. Hallo. We zijn nu bij? We zijn in Holten. En we zijn met onze HR-afdeling van Grols bij elkaar voor een HR-inspiratiedag. Oké, want wie ben jij en wat doe je bij Grols? Ik ben Niek Oldemannikoff. Ik ben werk als HR-business partner bij Grols. En dat doe ik voor de commerciële afdeling van ons bedrijf. Oké, en wat is dat, HR-business partner? Ja, dat wordt ook wel HR-manager genoemd. Eigenlijk ben je partner van onze business om het mensvlak en de organisatiekant van het bedrijf succesvol in te richten samen met management en medewerkers om in het veld te winnen. Mooi dat je dat zegt, mensvlak, hè? En vanochtend hebben we het heel erg gehad over technologie. Ja. Hoe kijk jij tegen de sessie aan, dat we die combinatie van technologie en het mensvlak, hoe kijk je er tegenaan naar onze sessie? Ja, nu is dat nog redelijk gescheiden. Maar dat zal met jullie wake-up call in het achterhoofd enorm door elkaar heen gaan lopen. Ontzettend veel trends gehoord. Heel inspiratievol en leerzaam. En ook onwijs veel werk te doen om daar binnen onze context over te gaan nadenken. Dus, ja, en welke stap ga je als eerste zetten? Wat is belangrijk? Ik denk dat er heel veel kennis is al. Alleen dat wij daar nog niet een manier van bedacht hebben hoe gaan we dat goed effectief in ons team benutten. Dus de eerste stap wat mij betreft zou zijn mensen met bepaalde interessegebieden verantwoordelijk maken om kennis te gaan delen. Zodat wij samen ook momenten hebben waarbij we even niet druk zijn. Ja. Nadenken van wat betekent dat voor onze business. Hoe kunnen we dat inzetten voor de toekomst. Ja. En jullie hebben 2 dagen. Hè? Jullie gaan proberen te ontdekken wat betekent dit nou allemaal voor het HR-vakgebied. Ja. En je wil over 5 jaar terugkijken. Hè? Ja. Dus als je nu denkt, bespiegel, want jij hebt de dagen nog niet achter de rug. Maar hoe ziet het vak eruit over 5 jaar? Heb je al een tipje van de sluier voor de kijkers? Daar hebben wij deze dag natuurlijk wel voor nodig. Ja. Hoe ziet het vak eruit? Ik denk dat wij steeds meer processen geautomatiseerd zullen zien worden. Dus dat HR op een gegeven moment de vernauwd, hè? De mensfactor wordt in die zin smaller, omdat er steeds meer automatisering bij komt. De samenwerking tussen geautomatiseerde processen en mensen gaat het anders maken. Ja. Dus dat vereist totaal andere skills. Ja. We gaan denk ik ook heel veel hulpmiddelen krijgen vanuit HR om gedrag te beïnvloeden, hele goede mensen aan te trekken, et cetera. Ja. Ik denk dat ik het niet kan zeggen. Nee. Zoveel gaat er gebeuren. Ja. Maar ik kan er wel 10 andere dingen. Het wordt een soort samenspel tussen technologie en mens om het mensvlak de talenten meer te gaan benutten. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ik denk dat wel onze ambitie moet zijn. Ja, want als ik en dat heb ik net ook gezegd, wat ik gaaf vind is de mensen altijd als werktuig gebruikt. En steeds minder worden we als werktuig gebruikt en steeds meer kunnen we onze talenten gaan benutten. Ja. En het zou mooi zijn als dat technologie ervoor kan zorgen dat het HR-vak op dat moment, op dat punt veranderd wordt, zodat de mens vanuit zijn talenten kan gaan werken. Ja, absoluut. Ja. Dat we niet 40, 50 uur hoeven te werken, maar misschien maar 20. Ja. En dat we dus inderdaad kunnen doen waar wij in die andere tijd onwijs gelukkig gaan worden. En dat we mee kunnen nemen na het werk bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zou mooi zijn, ja. Ik wens je heel veel succes deze dag. Dankjewel. Het gelukkig een hele toffe aftrap gehad met jullie. Dus super bedankt. Oké, top. Oké, succes. Ja.